Een heel goede avond. In de reeks Iconen en Demonen ziet u vandaag een portret van Al Capone. Meer dan 50 jaar na zijn dood is zijn naam nog altijd synoniem voor een man zonder scrupules en zonder moraal. Hij kon met moeite schrijven en toch werd hij een van de bekendste personages uit de Amerikaanse geschiedenis. Zelfs degenen die al lang niet meer weten wie in de jaren 20 president van de Verenigde Staten was, weten dat Al Capone toen regeerde over de onderwereld van Chicago. Het was de tijd van de drooglegging in Amerika, een totaal verbod op alcohol. Zoals te verwachten was, steeg de vraag naar drank en daar begon het illegale werk van Capone. Hij zag zichzelf trouwens als een zakenman die het gat in de markt gezien had. Met dat verschil dat zijn bedrijf een gangsterbende was en dat hij zijn plaats aan de top afdwong door zijn rivalen in koelen bloede en vaak bij posjes te vermoorden. Kansspelen, prostitutie, afpersing, dranksmokkel, clandestine stokerijen brachten hem fortuinen op. De openbaar aanklager sprak op zijn uiteindelijke proces over een omzet van $2.750.000.000. Ironisch genoeg stond Capone toen terecht voor belastingontduiking en niet als baas van het machtigste misdaadsyndicaat in de Verenigde Staten. In de film The Untouchables heeft Robert De Niro de figuur van Scarface Capone met brio vereeuwigd. Maar de werkelijkheid overtreft ruimschoots de fictie. En die historie vertellen we in het verhaal van De Man met het Litteken. Alphonse Capone werd op 17 januari 1899 geboren in Brooklyn bij New York. Zijn ouders waren met grote verwachtingen van Napels naar Amerika geëmigreerd, maar hadden moeite om rond te komen. In het begin woonden ze bij de marinescheepswerf, een buurt waar de misdaad welig bloeide. Na jaren van armoede konden ze met hun 9 kinderen verhuizen naar Garfield Street, in een betere wijk. Al was toen 10 jaar. He had a perfectly fine mother and father. His mother was devoutly religious to the end of her life. His father was a perfectly respectable barber. No reason to believe that any of the children would grow up to be anything other than perfectly respectable children, and they all grew up to be criminals. Capone sloeg al vroeg het pad van de misdaad in. Hij werd lid van straatbendes, leerde stelen en ging makkelijk op de vuist. Maar hij had flair. Hij was van een ander kaliber dan de boefjes met wie hij omging. When he saw an elderly widow's washboard being stolen when he was a kid, he organized a kid gang to go get it, to retrieve it, to beat up the other kids who stole it, and to return it to her, and then to lead a parade, a sort of a celebratory parade afterwards, in which he could portray himself and play the hero. So even at a very young age, even pre-adolescent, you can sort of begin to see the outlines of the Al Capone who grew up with a kind of a Robin Hood legend. Al leerde meer op straat dan in de klas. In het 6e leerjaar vocht hij met zijn onderwijzer. Hij kreeg een pak slaag van de directeur en bleef dan maar voorgoed weg van school. Hij oefende zijn reflexen, eerst met een biljartkeu, daarna met een pistool. Hij was een lastpost, maar zorgde goed voor zijn familie. Aanvankelijk probeerde hij eerlijk aan de kost te komen als arbeider in een munitiefabriek, als knechtje in een bowlingzaal en als coupeur in een boekbinderij. He also, as a sideline, became a bouncer out in Coney Island in a bar known as the Harvard Inn, which is kind of a joke because it was owned by a gangster named Frankie Yale. That's where Capone really got his first taste of mob life or gangster life in New York. In the Harvard Inn maakte Capone kennis met gangster Frank Galluccio en diens zus Lena. Hij was toen 18. Hij wilde Lena opvrijen en Frank werd boos. Capone came over to the table, bent over and said to Lena loud enough so that the people at the next table swiveled their heads in surprise at the language, which was strange. Honey, you got a beautiful ass, and I mean that as a compliment, really. Om de eer van zijn zus te verdedigen, trok Galluccio een mes en gaf Capone een jaap in de linkerkaak. Zo kwam hij aan de bijnaam Scarface. Hij schaamde zich voor het litteken en maskeerde het vaak met poeder. Later liet hij zich bij voorkeur fotograferen van de rechterkant.
Al ging in de leer bij de 17 jaar oudere Johnny Torrio, een notoire glamour gangster uit Brooklyn. Torrio werd zijn grote voorbeeld. Torrio ging in Chicago werken voor Big Jim Colosimo, die een keten van goktenten en bordelen had. In Colosimo's nachtclub wemelde het van de entertainers, bandieten en politici. Om zijn territorium te verdedigen had Big Jim al maar meer mensen nodig. Torrio zocht een assistent met verstand en lef en liet Capone overkomen. People he knew weren't going to stop drinking. And this opened up a brand new tax-free business to him. Op zijn 19e werd Capone vader en echtgenoot, in die volgorde. Zijn vrouw May Coughlin was 2 jaar ouder dan hij. In 1919 kwam May met de baby in Chicago wonen. In de jaren 20 was Chicago synoniem voor corruptie, misdaad en drankorgieën. Begin januari 1920 werd het alcoholverbod van kracht. De 20-jarige Capone zag de kans schoon door combines, afpersing en moorden macht te verwerven. In enkele jaren werd hij de baas van de grootste misdaadbende die Chicago ooit had gekend. Maar voorlopig bleef hij onder de vleugels van Johnny Torrio. Torrio was Capone's mentor. It was coming up through the ranks, being attractive to the boss, having the boss say, this is someone who might succeed me one day. I'm going to bring him along. You started out in one of the houses of prostitution, either as a bartender slash bouncer slash pimp slash roper. There's stories of supposedly Capone standing outside in front of one of the houses, just saying to passersby, hey buddy, we've got some nice girls inside. Capone werkte ook in Colosimo's nachtclub, waar rijke mannen grote sier maakten. Torrio beschouwde de drooglegging als een geschenk uit de hemel om grof geld te verdienen. Er was maar één probleem. Big Jim stond niet achter zijn plannen. Without Big Jim, Torrio couldn't expand. Exit Big Jim. But someone had to do it, and it was Capone who was the one who was chosen to arrange it. Capone huurde zijn vroegere New Yorkse baas Frankie Yale in. Yale schoot Colosimo dood in zijn eigen club. Dat soort koelbloedige, zorgvuldig voorbereide afrekening werd Capone's waarmerk. Torrio en Capone verdienden een fortuin aan de illegale alcoholhandel. Scarface was uit het goede hout gesneden, maar moest nog bijgeschaafd worden. Torrio took the rough edges off of Capone. Besides everything else, he insisted that he go to night school to improve his accent. He must have had a Brooklyn accent, but evidently he ended up without that kind of an accent. The people who knew him later in life said no, he had no particular accent at all. Capone was een reizende ster in de onderwereld, maar hij verafschuwde het imago van gangster. Hij deed zich graag voor als een heer van rang en stand met een passie voor bel canto. Well, he was a very snappy dresser for those days, but not exactly in the Brooks Brothers mode. He went to yellow and green were his dominant fashion statement colors, with a milky white Borsellino fedora that was a gem. He wore a huge 11.5 carat pinky ring that cost $50,000. He wore Italian glove silk underwear. Zijn opvallende kleren bezorgden hem de bijnaam Snorky, de blitzkikker. Dat beviel hem. Hij was een flamboyante verschijning die indruk maakte als hij met zijn hofhouding een nachtclub binnenstapte. He used to come in with 4 or 5 guys and they'd all sit at the table and then the girls would come over, the hostesses in the club. They'd all come around, make a big fuss over him, and he'd give them money. You know, he was very liberal. Oh, sure, I met him. He was a very nice person, as to know him, you know. And what they said, so many, he never did anything. It was his people that did it, like his men that he had or whatever, do the dirty work.
Veel mensen zagen alleen de goede kanten van Capone. Voor hen was hij een weldoener, zoals toen hij per ongeluk zijn glas omstootte over de nieuwe jurk van een danseres. But it was all wet and I thought, my God, what am I gonna do? You know, like for the rest of the night. So he did give me some money to go and have it taken care of. I didn't want to take it. And he says, no, you take this. He gave me, I think, $25, I think it was. Well, if he was sitting at the table, he'd call me over. And then every once in a while, when he was would come to the club or something, he'd say, get the kid up on the stage and let him do the Charleston, you know. And I'd get a $5 bill. And that was terrific, yeah. Ook zijn familie vond hem een prachtkerel. Toen zijn vader in 1920 overleed, liet Al de hele clan overkomen naar Chicago. Hij introduceerde zijn broers in de onderwereld en liet zijn zussen een comfortabel leventje leiden. Zijn jongere zus Mafaida bleef hem tot haar laatste dag verdedigen. Ik weet niks van zijn activiteiten buiten de familie, schreef ze. Ik herinner me niet dat er ooit over zaken gesproken is. Maar buiten de familie was er een andere Capone. He was regularly unfaithful. He was a lusty man who was dealing with prostitutes and sampled the wares. He would get drunk. He would be away from home for long periods of time. He, in effect, would live away from home. Als hij niet dronk, gokte of vreemd ging, bestudeerde Capone de methodes van Johnny Torrio. Hij leerde hoe de macht in de onderwereld verdeeld was en hoe hij zich dankzij het drankverbod kon verrijken. Op initiatief van Torrio sloten alle bendes in 1922 vrede. De illegale alcoholmarkt werd eerlijk verdeeld. Dat was Torrio's modus operandi to try and get everybody together and agree. And Capone learned that from Torrio. I think Capone learned to suppress his perhaps naturally violent instincts. De clandestine dranksector was een goudmijn. De maffia controleerde de hele markt van productie tot afzet. Drankslijters die geen moeilijkheden wilden, kochten hun bier bij Capone. If you didn't, they would come back and tell you, you better take their beer. This happened over and over again. If you didn't do that again, they would bomb your place and they would blow out the windows. And then they would offer to lend you the money to repair it. Well, nobody else would give you the money to repair your place. Of course, once you did that, you were in effect in business with the Capone organization. The government's estimate is that they took in, on average, $120 million a year in sales from liquor, prostitution, gambling, basically. So they were the equivalent of a probably medium-sized corporation. And it was run in many ways like a business. There were guys with specific functions like in charge of beer truck repair, in charge of brewery construction, in charge of brewery management. Capone was a brilliant businessman and a brilliant organizer. He couldn't invest money in the conventional sense because that would supply the government with a trail to his organization. So it was an all-cash business that he was in, which was the trinity of gambling, prostitution and vice. Capone dekte zich ook in door politiemensen en politici om te kopen. Al Capone himself once estimated that 50% of the Chicago police force worked for him. So that's a big part of doing business, otherwise you wouldn't operate for a minute if you weren't getting protection. In augustus 1922 haalde Capone de plaatselijke pers. Na een nachtje doorzakken reed hij naar huis en ramde een taxi. De bestuurder werd zwaar gewond. Capone bedreigde de man met een pistool en zwaaide met een vals sheriff-insigne. Toen de echte politie eraan kwam, werd Capone gearresteerd. Op het bureau zei hij dat hij de zaak wel even zou regelen. En dat deed hij ook. De aanklacht werd ingetrokken. Het nieuws verspreidde zich snel. De legende rond de man met het litteken groeide. Op zijn 23ste werd Capone Torrio's partner en gelijke. Hij behoorde nu tot de top van de misdaadwereld. Maar de dranksector bleef groeien. En de andere bendes wilden een groter deel van de koek. In 1923 kwam er een eind aan het vredesbestand in de onderwereld. Zo begon de beruchte bieroorlog van Chicago, die in de hele Amerikaanse pers vette koppen haalde. Eind 1923 regende het bomaanslagen en bij Capone's vijanden vloeide er veel bloed. The only thing these guys would do would be to respond with violence. And violence is sort of a currency for them. It's what they use to get their way. During the entire Prohibition era, 700 people were murdered in Chicago in bootlegging or prohibition-related crimes.
In 1924 veranderde de situatie. Er kwam een nieuwe burgemeester die voor wet en orde koos. Burgemeester Denver was zelf tegen de drooglegging, maar paste de wet toe. Capone ging dus op zoek naar nieuwe afzetgebieden en liet zijn oog vallen op de randstad Cicero. It only made him seem to be a much stronger criminal leader. By expanding into the suburbs, he was really able to seal up Chicago lock, stock and barrel for his own. Cicero was een welvarende voorstad met zo'n 60.000 inwoners. Capone maakte van het Hawthorne Hotel zijn hoofdkwartier en kocht de lokale gezagdragers om, zodat hij ongestoord bier- en goktenten kon openen. Om zijn macht veilig te stellen manipuleerde Capone de verkiezingen. Wie tegen zijn kandidaten was, werd geïntimideerd, geslagen of zelfs vermoord. Op 1 april 1924 koos Cicero massaal voor de vrienden van Capone. Maar de vreugde werd getemperd door het feit dat zijn oudere broer Frank omkwam in een vuurgevecht met de politie. The death of Frank Capone, I think, had a profound effect on Al and turned him from a kind of low-key Johnny Torrio type of racketeer into a much more desperate and violent hoodlum. It made him feel that his own life could be cut short at any time and that he would go for as much as he could. Nog geen week na Frank's dood opende Al de Hawthorne Smokeshop, een bureau voor paardenrennen. Met paarden had hij altijd ongeluk gehad, zei hij, maar dat zou nu veranderen. Omdat hij zelf bepaalde wie er zou winnen. Genereus gaf hij zijn vrienden gouden tips. He and his bodyguards were walking around and he comes by the racetrack and he says, "Hey kid, how you doing?" He says, "You see number six? He says, he's gonna win." So one of his goons came over and slipped a ticket in my pocket. It was a $5 ticket. The horse went off at 60-1, and with my $5, I think I collected something like $300 and some. Het duo Torrio Capone had in Cicero 160 speelholen en 123 amusementslokalen, cafés en bordelen. Maar niet iedereen was onder de indruk van de boom. Robert St. John, journalist bij de Cicero Tribune, begon in de krant een eenmanskruistocht tegen het misdaadsyndicaat. And of course, that made me an enemy of the Capones. As I was going to my office early one morning, I glanced up and saw a big black touring car come roaring toward the intersection. This car screeched to a halt and four men jumped out. I recognized Ralph Capone immediately, and they headed for me, and I was halfway across the intersection. I dropped to the ground, curled up, and put my head between my legs, and they gave me a real working over. Blackjacks and billies, but the interesting weapon they used was a cake of soap in a knitted woolen sock. This was one of the Capone's favorite murder instruments, because if they hit the base in the neck and the base of the skull, you can kill a person. Maar Robert St. John overleefde de aanslag en belandde in het ziekenhuis. And when I got out to pay my bill, the cashier of the hospital said, "Oh, your bill was paid this morning." And I said, "Oh, some mistake. It can't have been paid." Oh, yes. And they described the man who had paid it. A slight scar on his left cheek. Capone had zich intussen ingekocht in de Cicero Tribune. Zo kon hij bepalen wat er in de krant kwam. Stadswijken als Chicago Heights kreeg Capone makkelijk onder controle. Er woedde een bendeoorlog. Hij koos partij voor de bende met de grootste drankomzet en werd hun leider. At one time it was reported that Chicago Heights was worth around $36 million to him. By having the Chicago Heights people behind him, his network would virtually double in size. Chicago was een door en door corrupte stad.
Door de deal met de bende van Chicago Heights werd Capone de ongekroonde koning van de onderwereld. En there were times when he'd ride in an open car and people would come up to him and shake his hand and you know, he would treat people like they were his friends, like they were family. And because of that they had a lot of respect for him. Torrio was voor 4 maanden op een cruise en intussen sloot Capone nieuwe bondgenootschappen. Zijn actieterrein werd al maar groter. When Torrio came back, if there had ever been any question in Torrio's mind that Al Capone was the man to succeed him, that ended it. Capone was al even opvliegend als loyaal. Op 8 mei 1924 kwam zijn boekhouder zich beklagen over een drankverkoper die hem hard had aangepakt. Capone zocht de man op en schoot hem 6 kogels door het hoofd. Er waren 3 getuigen, maar geen van hen kon zich achteraf iets herinneren. Capone dook enkele dagen onder en stapte toen zelf naar de politie. Hij beweerde dat hij op de dag van de moord niet in de stad was geweest. De zaak werd geseponeerd. There was no way to get Capone on any of the substantive charges. You couldn't get a jury. They knew what would happen to them if they voted a conviction against a gangster. And they said as much. People would ask to be excused. I'd have to carry a gun the rest of my life, said one of them asking to be excused. Capone wist dat. Hij ging gewoon door met zijn criminele activiteiten en wie niet meewerkte, moest dood. The one-way ride was the preferred method. Let's get him in a car and let's take him to a nice secluded place and shoot him and dump him out of the car. So there are no one witnesses, 2 innocent bystanders or any particular problems beyond it. Capone's grootste probleem was de Ier Dion O'Banion, een bloemenverkoper en leider van de rivaliserende Northside-bende. Op 19 mei 1924 viel de politie na een tip van O'Banion binnen in een loods waar Torrio en Capone hun drank opsloegen. Torrio werd aangehouden en riskeerde een jarenlange gevangenisstraf. O'Banion was een stap te ver gegaan. Opnieuw schakelde Capone Frankie Yale in, samen met 2 huurmoordenaars uit Chicago. Het lot van O'Banion was bezegeld. Op 10 november 1924 stond hij in zijn bloemenzaak kransen te maken voor de begrafenis van een bevriende gangster. De 3 stapten naar binnen. Op het moment dat O'Banion Yale een hand wilde geven, doorzeefden de andere 2 zijn lichaam met kogels. Dat was het begin van een bloedige bendeoorlog. Want O'Banion had 2 trouwe helpers, George Bugs Moran en Jaime Weiss, die de dood van hun baas wilden wreken. Capone kregen ze niet te pakken, maar Torrio, die in afwachting van zijn proces vrij rondliep, werd in een hinderlaag gelokt. Dankzij een voorbijganger bracht Torrio het er levend vanaf. Veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf, gaf hij in maart 1925 vanuit de cel de scepter door aan zijn vennoot. De jonge gangsterbaas was voorpagina nieuws. Hij stond graag in de belangstelling. Telkens als hij beschuldigd werd, gaf hij een persconferentie. En hij zei: "Hey, look, fella, I had nothing to do with this. Please, get off of my back." In werkelijkheid had Capone alles te maken met het toenemend geweld in Chicago. Hij had zijn hoofdkwartier in het chique Metropole Hotel. Zijn privévertrekken waren zwaar beveiligd en via geheime gangen kon hij altijd snel weg. Nooit ging hij ergens alleen naartoe. Capone was beter beschermd dan toenmalig president Calvin Coolidge. Hij reed in een gepantserde Cadillac die voorzien was van kogelvrij glas. Het gevaarte woog 7 ton. De achteruit kon worden neergeklapt om achtervolgers te beschieten. They kept encroaching on each other's territory. Wasn't supposed to happen, it did. They shot each other. Capone was going to have to eliminate one by one the opposition again. Bring one by one, bring them all in line. In 1925 escaleerde het geweld. Capone en zijn rivalen bevochten elkaar nu met een nieuw dodelijk wapen, de Tommy Gun. It immediately changed the rules of the game because they were much more violent than pistols.
Once you combined a machine gun with a moving car, you had a lethal instrument, the likes of which had never been seen before. So they upped the ante in all the gangster wars. Chicago was, for better or worse, kind of the example par excellence of gangland and gangland violence. The violence was much more noticeable and spectacular here than, say, in New York or elsewhere. Maar het geweld kwam ook naar New York. Eind december 1925 moest Capone er met zijn zoontje op doktersvisite. Als kerstcadeau voor Frankie Yale vermoordde hij er drie van diens vijanden. Capone werd gearresteerd, maar opnieuw zwegen alle getuigen. De aanklacht werd ingetrokken. Capone keerde terug naar Chicago, waar de gangsteroorlog in volle hevigheid woedde. Hij wilde een concurrerende bende uitschakelen. Op 27 april 1926 openden ze mannen, verspreid over vijf wagens, het vuur voor een café. Balans, drie gewonden en drie doden. Een van de doden was de substituutprocureur Bill McSwiggin, al jaren een vijand van Capone. De publieke verontwaardiging was zo groot dat Capone een tijdje onderdook. In fact, he went to Lansing, Michigan, where he hid out at a little cottage. With his mistress for the summer until the heat was off. After a while, he began negotiations with the Illinois state authorities and delivered himself into their custody. Er volgde een grootscheeps onderzoek. Zes keer moest Capone voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen, maar hij ging vrijuit. Hij leek ongrijpbaar. In fact, one day he went to a courthouse, a jail, and a police station, asking if there was any policeman there, any cop, any detective, any judge who wanted to arrest him. Nobody did. Nobody dared. And of course, he brought a reporter around with him to show that he was not a wanted man in Chicago. I was the only photographer, and the paper had the only reporter with him. And we went to all these places. And all these places wanted nothing to do with him. Jaime Weiss en Bugs Moran aasden nog altijd op weerwraak. De hele zomer van 1926 lagen ze op de loer. De meest spectaculaire aanslag kwam er eind september, toen Capone zat te lunchen in restaurant Hawthorne. 10 auto's met mannen van Weiss kwamen in volle vaart aangereden en namen het restaurant onder vuur. De paniek was groot. His bodyguard, it registered on him before it registered on Capone. That something is wrong, and there's going to be more. They must have been blanks to make us find out what's happening. He dove forward, knocked Capone to the floor, and was holding him down when the rest of the cars came by with real machine guns, and they just shot up the entire block. Finally, a gunman got out, knelt in the doorway, and sprayed the whole place. In nog geen 10 minuten werden er 5000 kogels afgevuurd. Het restaurant was totaal vernield. Als bij mirakel vielen er geen doden en slechts 1 gewonde. Voor Capone werd Weiss uitschakelen een prioriteit. Zijn mannen huurden kamers tegenover het hoofdkwartier van Moran en Weiss. Toen Weiss de straat overstak, sloegen ze toe. Bugs Moran was nu de leider van de Northside-bende. Capone stuurde hem rouwbetuigingen en ontkende dat hij iets met de moord te maken had. Hij sloot vrede met Moran en andere bendeleiders. Later zei hij: "De sector is groot genoeg voor iedereen. Waarom zouden we elkaar uitmoorden?" Capone was 27 en werd al maar machtiger in de onderwereld. Toch zocht hij erkenning als respectabel zakenman. Ten slotte had hij 400 mensen in dienst en een jaaromzet van vele miljoenen dollars. He didn't go running around with a machine gun shooting people out of fast-moving cars. You would find him in his office, surrounded by junior executives with the phones jangling. 3 people waiting to get a little bit of his time for an executive decision. That was his working day. That's the kind of criminal he was. In other words, he was a modern criminal. 1927 was in elk opzicht een goed jaar. Capone's organisatie haalde een omzet van $105 miljoen, allemaal illegaal.
Zijn vriend Bill Thompson werd opnieuw verkozen tot burgemeester van Chicago. De stad was dus feitelijk in handen van de maffia. Nu alles lekker liep, nam Capone tijd voor ontspanning. Hij ging met zijn zoontje geregeld naar baseballwedstrijden en nam boksles. Om tot rust te komen en plezier te maken, kocht hij een riant buitenverblijf. In januari 1928 betaalde hij $40,000 cash voor een grote villa op Palm Island bij Miami in Florida. De renovatiewerken kostten hem nog eens $100,000. Het moest een paradijs worden. Maar veel genieten was er niet bij. Op het thuisfront kreeg hij meer en meer problemen. Het bleek dat zijn oude vriend Frankie Yale hele ladingen illegale drank van hem stal. Een dergelijk gebrek aan loyaliteit kon niet onbestraft blijven. Yale had vaak mensen vermoord voor Capone. Nu moest hij er zelf aan geloven. Op 1 juli 1928 werd hij door schutters van Capone achtervolgd en doodgeschoten. Nu bleef alleen nog Bugs Moran over en ook die stal hele ladingen whisky van hem. Eind december 1928 trok Capone naar Florida om er zijn meest ophefmakende afrekening voor te bereiden. The St. Valentine's Day Massacre was one of the most fascinating and complicated hits in the history of gangland in this country. Probably also the most celebrated. Op de ochtend van 14 februari 1929 arriveerde Moran in zijn pakhuis waar zijn mannen op een lading whisky wachten. Ineens kwamen 4 onbekenden binnen. 2 gekleed als politieagenten, 2 als burgers. Moran's mannen dachten dat de politie een inval deed. Met de handen omhoog gingen ze tegen de muur staan. Ze werden met kogels doorzeefd. Tijdens het gerechtelijk onderzoek noemde Moran Al Capone als dader. Maar die had een waterdicht alibi. Op Sint-Valentijn was hij in Miami aan het vergaderen met de procureur van Florida. Andermaal werd de zaak geclasseerd. No one knows for sure who did it. My theory is they thought the last person to go in, who looked quite a bit like Moran and was wearing the same outfit that Moran wore, a light overcoat with a darker brown fedora. I think they thought he was Moran. Niet lang daarna deed Capone zijn volgende zet. In mei 1929 hoorde hij van informanten dat scherpschutters John Scalise en Albert Anselmi en nog een derde huurdoder hem wilden vermoorden. Capone nodigde hen uit in een wegrestaurant in Indiana. He got their confidence and threw a banquet for them. And they had a wonderful evening drinking and eating. And then at the end of the night, then the tables turned and he accused them of treachery. And he and his bodyguards beat him to death with baseball bats before shooting him, of course. I photographed the 3 bodies that were found in the brushes in Hammond. Their heads were smashed. They were bad. The police picked up the bodies and they took them to a mortuary. And we had taken pictures of them covered up. You only saw a little bit of their face. It was a really hideous crime. In fact, it was so hideous that even other gangsters began to distance themselves from Capone at that time. Plots ging alles mis. De openbare opinie keerde zich tegen Capone. Zijn leven was in gevaar. Moran loofde $50,000 uit om hem uit de weg te ruimen. Capone oordeelde dat de veiligste plek voor hem de gevangenis was. Hij organiseerde zijn eigen arrestatie. Op 16 mei 1929 werd Capone aangehouden wegens onwettig wapenbezit. De rechter veroordeelde hem tot een jaar cel. Via omkoping en schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen probeerde hij strafvermindering te krijgen, maar het hielp niet. Dus leidde hij zijn bende telefonisch vanuit de gevangenis. Daar kreeg hij het slechte nieuws dat de regering in Washington hem openlijk de oorlog had verklaard. President Hoover wilde Capone voor lange tijd achter de tralies. Hij vroeg zijn medewerkers voortdurend of ze hem nu al te pakken hadden. De fiscale inspecteurs zaten het syndicaat steeds dichter op de hielen. While he was still in jail in Philadelphia, Ralph Capone was gotten and was sent away. Jack Guzik was sent away. Frank Nitti, who
who was Capone's number two, was sent away, all on income tax. Toen Capone in maart 1930 vrijkwam, waren de problemen nog lang niet voorbij. In Chicago was hij officieel publieke vijand nummer één. Maar hij wilde dat de mensen hem zouden zien als een weldoener. Amerika zat in een diepe recessie en veel mensen leden honger. Capone opende de eerste soepkeukens van Chicago. Elke dag kregen 3000 mensen er gratis soep. De media schilderden hem af als een volksheld. Het hielp natuurlijk dat hij bevriend was met een aantal journalisten. Maar die vriendschappen hielden risico's in. In juni werd een van zijn trouwe acolyten, Jake Lingle, correspondent bij de Chicago Tribune, vermoord. When I looked at him, I said, oh my god, that's Jake. Well, I took a picture too and then called the office. I said, Jake Lingle was just killed. He was on his way to racetrack and the only reason I know that is because he had a racing form near him. Capone nam wraak en bond tegelijk de strijd aan tegen zijn nieuwe vijand, de federale overheid. De legende wil dat Capone's misdaadsyndicaat opgerold werd door de zogeheten onkreukbaren van Elliot Ness. In feite deed de mediageile Ness alleen maar een paar spectaculaire invallen om in de pers te komen. De ware helden waren anonieme ambtenaren van de belastingen. Maar Capone strikken was niet makkelijk. Wettelijk gezien bezat hij niks. He couldn't buy real estate. He put his house in Florida in his wife's name. He put his house in Chicago in his mother's name. He put his car in his wife's name. He didn't keep ledgers, but some of his bookkeepers kept ledgers. And eventually the IRS discovered the ledgers, was able to decipher the ledgers, and was able to track some of the codes in the ledgers to Capone's old bookkeepers and then track them back to Capone himself. Het duurde 5 jaar voor er voldoende bewijzen verzameld waren. Op 5 juni 1931 werd Alphonse Capone beschuldigd van belastingontduiking. De aanklacht stomde 22 overtredingen op tussen 1925 en 1929. Openbaar aanklager George E.O. Johnson zei dat Capone de overheid ruim $2 miljard schuldig was. Capone deed alles wat hij kon om het tij te keren. Capone hired 5. Hoodlums to come out here from New York to kill my father. And they were spotted here, and the Secret Service had tailed them enough to stop this, and Capone was convinced you better send them home. This is just before the trial. We had a squad car, a Chicago squad car, in front of our house on the south side of Chicago, and one in the back part of the house, and my father had Secret Service with him all the time doing this thing. It's the only way to keep him alive. Capone probeerde strafvermindering te krijgen, maar dat lukte niet. Toen probeerde hij de jury om te kopen. De rechter werd getipt en net voor het proces begon veranderde hij de samenstelling van de jury. Capone kon zich nauwelijks verdedigen. De Amerikaanse belastingbetalers hadden weinig sympathie voor hem. En ook bij de werklozen waren er weinig Capone-fans. The jury was out 9 hours. There were 22 ballots taken. And as we know by history, that Al Capone found guilty of income tax evasion. Not murder, not pimping, not all the dirty things he did or killing, but income tax. But that was the only way he could be prosecuted, and that's what my father did. Capone kreeg 11 jaar opsluiting, in de VS tot dan het strengste vonnis in een belastingzaak. It's safe to assume that Capone never expected to be convicted, or if he was convicted, he expected to spend perhaps a year or two in jail, not 10 or 11 years. Toen hij de rechtszaal verliet, zei hij tegen de pers: kijk nog eens goed, jongens, jullie zullen me in lange tijd niet meer zien. Hij ging in beroep, maar het vonnis werd bekrachtigd. Van de gevangenis in Chicago werd hij overgebracht naar de federale gevangenis in Atlanta. En in 1934 kwam hij terecht in het beruchte Alcatraz. In Alcatraz hield Capone zich rustig. Zijn rijk was uit. In 1936 probeerde een medegevangene hem te vermoorden door hem een schaar in de rug te steken. 2 jaar later stelden dokters officieel vast dat hij leed aan degeneratieverschijnselen door syfilis. Hij ging lichamelijk en geestelijk snel achteruit. Capone had verzorging nodig en werd in januari 1939 overgebracht naar een gevangenis bij Los Angeles. In november kwam hij vrij. Na een verblijf in het ziekenhuis vertrok hij in maart 1940 naar Florida.
De syfilis vrat aan zijn gezondheid. Op 25 januari 1947 stierf Alphonse Scarface Capone. Hij was pas 48 aan een hartstilstand. Hij werd begraven in Chicago. Well, it was a very cold day in January of 1947. In fact, it was 11 below zero at the time. It was a huge funeral because hundreds of persons turned out. There was an edict by Anthony J. Accardo, who was the boss of the mob and had been a former bodyguard for Al Capone, to all crime syndicate gangsters to show up at the funeral and pay their respects to Al Capone, even though Al Capone had no power and was helpless when he died. Al Capone had de kwalijke reputatie van Chicago als criminele vrijplaats voorgoed gevestigd. There's no doubt but that the Capone era established the underpinnings of what is now the Chicago organized crime family. It gave it, the mob, a start here in the Windy City. And that, that beginning led to a zenith in activity in the 50s and 60s and into the 70s. There was and continues to be in some form an alliance between the hoodlums that began under Capone and elected public officials. My father made many speeches and made this point about Al Capone on numerous occasions, that had this man taken all his energy, talent, and basic intelligence and guts, if you will, and directed this energy down legitimate avenues, he'd been a very successful businessman. There's no doubt about it. He had a peculiar charm about him that he could use when he wanted to use, and this, of course, was deceptive. But as we all know, he didn't use his talent in that direction. And as a result, people died, people were hurt, and Chicago lost its reputation. Well, of course, Capone is world famous. Wherever you go, if you mention Chicago, people instantly associate that city with Capone. There are lots of celebrities. Very, very few of them become illusions. So their name means the same thing to everyone who hears it. Capone was one. In het volgende deel van de reeks Iconen en Demonen vertellen we de historie van een Koreaanse goeroe, Sun Myung Moon. Hij ziet zichzelf als de nieuwe Messias en hij wil dat alle godsdiensten worden opgeslorpt door zijn verenigingskerk. Die is vooral bekend door de massahuwelijken. Om de paar jaar trouwt Moon op massameetings duizenden paren. Man en vrouw hebben elkaar meestal nooit eerder gezien. De grote leider bepaalt wie er hoort bij wie. Moon zelf, intussen 83, verwekt de kinderen bij vier vrouwen. Een vrouw die er niet naar verlangt om mij te beminnen, is geen vrouw, zegt hij. De goeroe van de verenigingskerk predikt liefde, maar onderhoudt al 50 jaar nauwe banden met dictatoriale regimes en uiterst rechtse groeperingen overal ter wereld. Het hele verhaal vertellen we volgende week in de historie van de nieuwe Messias, Sun Myung Moon. Heel graag tot donderdag.